In de kantine zeggen we je en jij. Ik hoop dat u ja, nee, jij, prima, daarmee hoor. Akkoord gaat. Ja. In Bosnië gediend, vlak na de gebeurtenissen in Srebrenica. De massamoord in Srebrenica, de grootste tragedie na de Tweede Wereldoorlog. Komt hiermee voor die Dutchbat-veteranen een eind? Of is het begin van een heling van de wond? Nou ja, goed, het is wel een stap in die richting. Het is waardering. En daar heeft het 27 jaar lang aan ontbroken. Ze hebben zich niet gesteund gevoeld en niet gewaardeerd gevoeld. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Kijk, het blijft persoonlijke gevallen. Want in die 27 jaar heeft dat heel erg op die mensen ingewerkt. Psychisch heeft dat arbeidsstoornissen geleid. Heeft onder andere tot een aantal zelfmoordpogingen geleid. Dus ik kan niet voor de personen zelf spreken. Maar we zien wel dat daar nu uiteindelijk vanuit de regering, vanuit de allerhoogste kanalen, de minister-president en de minister van Defensie, daar naartoe zijn gegaan. Ook met de commandant der strijdkrachten erbij, die excuses nu hebben aangeboden. Want dat hing nog even in de lucht, hè. Gaat hij dat wel doen? Gaat hij dat niet doen? En hij heeft het uiteindelijk wel gedaan. Wat is het belang precies daarvan? Nou ja, excuses is dat je ook echt goed door de knieën gaat en zegt van dit had nooit mogen plaatsvinden. En, wij zaten fout en niet jullie zaten fout. Ja, en ook een van de veteranen heeft in de aanloop hier, dat was s'avonds ook in een uitzending van Op1 al gezegd van dit is het begin, nu moeten we er nog over praten van hoe heeft het ook zo kunnen komen. Ik denk dat dat ook fatsoenlijk is. Er zijn overigens al heel veel rapporten en commissies geweest die hierover gerapporteerd hebben. Maar ik denk dat dit een goede stap is. Want dan wordt het niet alleen een nationaal vraagstuk, maar zeker een internationaal vraagstuk. Want het was een VN-missie. Het was een VN-missie, maar we moeten ook verantwoordelijkheid als Nederland zelf durven nemen in deze. We hebben ooit gezegd, we doen mee aan die missie. We hebben het destijds, en ik zoek het nog even op, we noemden het een eervolle, niet eenvoudige, maar uitvoerbare opdracht. En daar zijn we ook in blijven geloven op die manier. Maar uiteindelijk, en dat heeft de voorvorige minister destijds Hennis al gezegd, dat die opdracht niet uitvoerbaar was. Gezien het mandaat wat ze hadden gekregen, gezien de bewapening die er was, gezien ook het feit hoe het helemaal verlopen is. Het bataljon was niet meer op volle sterkte. Verlofgangers die in die periode terug waren gekeerd, konden niet meer terugkeren. Ze werden afgeknepen door de Bosnische Serviërs. Dus ze moesten interen op voedsel en op brandstof. En dan krijg je dit over je heen. Waarbij dan uiteindelijk die Bosnische Serviërs, want dat zijn de daders, laten we dat nog even heel goed voor ogen houden, op die 8000 moslimmannen. Die hebben uiteindelijk die genocide gepleegd. En dan was de grote vraag, had Dutchbat dit kunnen voorkomen? Nee. De vraag is gewoon, en het antwoord is gewoon nee. Met dit mandaat en met deze bewapening had dat niet gekund. U had het net over Dutchbat erbij op één. Ik denk dat u Lisbeth Beukenboom bedoelt. Zij vertelde dat het voor haar in elk geval een stap in de goede richting is. Terwijl het voor veel van de mensen met wie ze heeft gediend het geen zin meer heeft. Want daar gaat het nu om, 27 jaar geleden. Ja. Waarom zo laat? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat jarenlang de urgentie niet onderkend is. Ik denk dat jarenlang... Dat is toch heel vreemd? Ja, dat is heel vreemd. Is het nationaal trauma? Ja, is het ook. Maar we keken ook vooral, wat is daar gebeurd? En alle procedures elke keer weer opnieuw. We hebben ook gekeken naar juridische afdoeningen die heel veel tijd kosten. Wat zorgvuldig onderzoek vereist. Toch even Hans van Soest, politiek commentator. Geen urgentie bij Srebrenica? Nou ja, ik denk wel urgentie. Maar je zei net zelf al, het is een nationaal trauma. En ik denk dat dat juist de reden is waarom het zo lang geduurd heeft. Kijk. Iedereen. Hoe bedoel je dat? Dat nou ja, juist daardoor? Dat nationaal trauma bestond er ook uit dat wij ons als Nederland schuldig voelden. Hè? Dat wij dat niet hadden voorkomen. Iedereen kent die beelden natuurlijk nog van overste Karamans. Die dronk toen met Mladic. Overigens. Ook mij werd het pas jaren later duidelijk dat die beelden helemaal niet geschoten waren na de val van Srebrenica. Maar daarvoor, hij ging bij Mladic langs om, er waren een aantal Nederlandse militairen waren gegijzeld en hij probeerde ze vrij te krijgen. Dat is nogal een ander beeld, maar het beeld is natuurlijk jarenlang geweest, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland, van ja, die Nederlandse militairen die hebben daar hun taak niet gedaan. Ja, dat bleek echt wel wat anders te zitten. En de kolonel zegt het al, Hennis heeft al 6 jaar geleden